Mevrouw Lomgren. Het is de lamp. Is de lamp, ja. Er waren net allemaal landen die zeiden, wij gaan dit bieden aan Oekraïne. Wat kan Nederland extra doen? Ja, wij vinden het heel belangrijk dat wij nu allemaal laten zien dat we er zijn voor Oekraïne. We hebben echt laffe aanvallen gezien op allerlei steden in Oekraïne, waar civiele infrastructuur is aangevallen, waar onschuldige burgers het slachtoffer van zijn. Dus dat we hier vandaag bijeen zijn en zeggen, het enige resultaat dat Poetin hiermee bereikt is dat wij nog meer gaan leveren. Dat is de boodschap die we afgeven. En wat betekent dat concreet voor Nederland? Wat gaat u extra leveren? Nou, we zien dat die luchtverdediging ontzettend belangrijk is. Dus Nederland heeft besloten om een aanvullende bijdrage te leveren aan de lucht- en raketverdediging. En zijn dat dan extra panzerhaubitsers? Nee, dit zijn, raketten voor een luchtverdedigingssysteem. Zodat de aanvallen, hè, met kruisluchtwapens en andere wapens, dat die kunnen worden aangegrepen. Oekraïne doet dat eigenlijk heel succesvol. Maar dit was natuurlijk zo'n massale aanval dat sommige raketten ook doel hebben getroffen. Dus ze hebben nog meer luchtafweer nodig. En om hoeveel gaat het dan? Nou, ik vind het belangrijk om nu te zeggen dat wij een bijdrage hieraan leveren. Het heeft bij ons in de boeken staat het voor ongeveer 15 miljoen. Dus het is een stevige bijdrage. Maar ik ga geen details geven over het precieze systeem. Maar u zegt nu wel, het zijn deze raketten. Anders was u nog misschien minder duidelijk. Waarom zegt u, ik vind het nu wel belangrijk om te benoemen wat we gaan geven? Omdat ik denk dat Poetin moet zien dat als hij dit soort aanvallen pleegt, dat het enige resultaat wat hij daarvoor krijgt, is dat wij nog meer gaan helpen. Dat wij nog meer leveren aan Oekraïne, zodat ze zich kunnen blijven verdedigen. En daarvoor kiest het kabinet er nu voor om dit wel in het openbaar te zeggen. Andere landen doen dat ook, hè? Dus ik denk dat dat een beetje de boodschap is van vandaag. Laten zien dat er een antwoord is en dat onze steun gewoon doorgaat. Houden we nog genoeg over in Nederland? Want op een gegeven moment gaan die voorraden wel slinken. Nee, zeker. Daarom heb ik ook al eerder, ook in dit verband en ook bij de NAVO gezegd, we moeten die industrie erbij betrekken. Want we moeten nu leveren. Die oorlog is nu bezig. Oekraïne heeft het nu nodig. Maar tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook bouwen aan onze krijgsmachten. We moeten bouwen aan de NAVO. Dus het moet eigenlijk allemaal tegelijk. En hoe doet u dat dan? Nou, door te zeggen, kijken, wat hebben we? Wat kunnen we Oekraïne zelf leveren? Wat kunnen we bestellen bij de industrie? En hoe zorgen we voor de backfill? Hoe zorgen we ervoor dat wij zelf ook bestellingen plaatsen en investeren in de krijgsmacht die straks ook gereed moet zijn? Zodat voor die producenten duidelijk is, ze blijven afnemen. Zo is dat. Kijk, we geven allemaal meer geld aan Defensie. We vinden het allemaal belangrijk. Het heeft echt de hoogste prioriteit. En niet alleen nu, maar echt over de komende jaren. Dus die investering, het geld is er. Die investeringen gaan we doen. En die industrie moet echt gaan produceren. U heeft het nu over die raketten. Oekraïne die vraagt om meer. Zij kunnen misschien ook wel gevechtsvliegtuigen gebruiken. Wat is de drempel waarom u zegt, nou, F-35's, die geven we niet? Nee, die geven we niet, vragen ze ook niet. Nu vragen ze om luchtverdediging, dat geven we. We kijken heel goed naar wat hun wensen zijn. We hebben eerder gezien dat we de panzerhaubitsers hebben geleverd, daar ook de training bij leveren. We doen meer aan training, hè, van militairen. Je moet niet vergeten, het gaat ook om andere dingen. De winter komt eraan, dat betekent dat daar weer spullen voor nodig zijn. Dat gaat u ook geven? We kijken echt naar het hele palet van wat Oekraïne nodig heeft. En we kunnen op veel vlakken kunnen we inderdaad leveren. Zowel wapens, maar ook ander materieel wat gewoon nodig is. En kan u zeggen, wat gaat u wat dat betreft leveren dan? Nee, ik kan hier verder geen details over geven. Maar natuurlijk zal Nederland daar ook een bijdrage aan leveren. Ik hoorde net de Canadezen zeiden, ze krijgen winterkleding, parka's, dat soort dingen. Maar het ligt natuurlijk heel erg voor de hand dat ze zich moeten voorbereiden op de winter. En dat betekent dat ze een uitrusting moeten hebben die ze door die winter heen helpt. En ook daar kan Nederland een bijdrage aan leveren. Minister Ollongren, in Madrid zei u nog, van, nou, we zitten de deur op een kier als het gaat om het leveren van nog meer panzerhaubitsers. De Duitsers zeiden toen van, nou, voor ons is dit de max. Het was een gezamenlijke presentatie. Toch hebben de Duitsers nu geleverd en Nederland niet. Ja, maar we trekken echt wel samen op met de Duitsers. Want het gaat natuurlijk over de panzerhaubitsers zelf. Het gaat over de munitie voor de panzerhaubitsers. Het gaat ook over de trainingen van de militairen die ermee moeten werken. En het gaat ook over het onderhoud van de panzerhaubitsers. Dus het is eigenlijk een pakket, hè. Het houdt niet op bij het leveren van de panzerhaubitsers zelf. Er zit nog heel veel aan vast. En daar zijn we nog steeds heel erg actief in. Maar toch, waarom levert Duitsland nu wel en Nederland niet meer panzerhaubitsers? Ja, zeker, maar dat is ook zo. Maar omdat wij natuurlijk steeds moeten kijken welke panzerhaubitsers kunnen we nu leveren en welke hebben we nu nodig voor onze eigen gereedheid. Mensen moeten ook wel kunnen blijven trainen, ook in Nederland. Het is natuurlijk belangrijk om dat te kunnen blijven doen. Dus we zoeken steeds die balans. Maar ja, de oorlog gaat door. Dus, en het heeft natuurlijk de topprioriteit dat Oekraïne zich kan blijven verdedigen en dat Poetin, de agressor in deze oorlog, dat hij niet beloond wordt voor dit gedrag. Toch om het scherp te krijgen, sluit u daarmee nieuwe leveringen van panzerhaubitsers helemaal uit? Ik vind het heel onverstandig om dingen uit te sluiten, dus dat zal ik nooit doen.
Okay. Volgende week is er een nucleaire oefening. Nederland heeft er in het verleden wel eens aan meegedaan. Daar kwamen we achter door een bezoek van Stoltenberg aan Volkel. Doet Nederland deze keer mee? Het is eigenlijk standaard hè, dat de NAVO dit soort oefeningen doet. Het wisselt waar de oefening plaats heeft, wie eraan meedoet. Maar het ligt wel voor de hand dat Nederland meestal bij dit soort oefeningen gewoon is betrokken. En deze oefening is ook weer een reguliere oefening. Hoe gaat Nederland meedoen? Ook weer op een reguliere wijze. Tot slot was gisteren wat gedoe weer over het inzetten van het regeringstoestel. U bent vanochtend geloof ik komen carpoolen. Zat er nog een speciale gedachte achter? Nee, ja, de gedachte die er altijd is dat we gewoon goed kijken wat de beste manier is om van A naar B te komen. Ik was in Zweden bij het staatsbezoek van de koning en de koningin. En mijn Zweedse collega moest hier ook vanochtend vroeg zijn. En hij was zo vriendelijk om een lift te geven. So during your visit to Kiev on August 22nd, you announced that the Netherlands joined the training in Great Britain. Yes. And what are your plans next, maybe to strengthen Dutch instructors in the UK? Yeah. Well, we are part of the UK training. I'm going to visit in a couple of weeks to see how they do this. I'm very enthusiastic about the way it's provided for in the UK, and we plan also to continue to provide with trainers for the training. And it's not the only training, so this is a basic military training, but we also do specific training on specific capabilities, on demining, for instance, in Germany. So training is now an important part of the help that the Netherlands is giving to Ukraine. Sorry, Mike.